U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We zien een krulbewolking op de satellietfoto. Dat is een lage drukgebiedje. En dat lage drukgebiedje brengt neerslag in de vorm van, op veel plaatsen in ons land, sneeuw. In het zuidwesten valt een mengeling van regen en natte sneeuw. En daar zal niet heel veel blijven liggen. In de rest van het land 5 tot 10 centimeter uiteindelijk. Want ook vanmiddag blijft het doorsneeuwen. Het langst in het zuidoosten van het land. Uiteindelijk wordt het geleidelijk aan droog. En vooral vanavond begint het dan voorzichtig aan ook wat op te klaren. Temperatuur gaat dan meteen omlaag. En dat betekent dat natte weggedeelten weer kunnen bevriezen. Voorlopig blijft het op de weg dus oppassen geblazen. In de nacht minimumtemperaturen tot onder de -5 op sommige plaatsen als het opklaart. En boven dat verse sneeuwdekje, dan kan het flink afkoelen. Morgen wordt het net boven het vriespunt. Dan is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon geregeld. Hebben we dus een heel fraaie winterdag. Maandag, kans op een winterse bui. Verder landinwaarts zal het vaak sneeuw zijn, langs de kust misschien wat regen. Temperatuur even wat hoger. Dinsdag is het weer koeler. Dan hebben we ook weer meer ruimte voor de zon. En woensdag verandert er dan wat dat betreft niet veel in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.